Het busstation in Ljouwert leidt er van de morgen verlitten bij. De meeste reizigers binnen in het voor op een hechte bracht van de stakings. Dos hield dat net voor Elsen Ian. Nee, ik wist het net, helaas. Je wist net dat de staking weer? Ik wist net dat de staking weer. Ik heb naar Jan moeten, maar ja, goed. Ik zal Jan ook een collega bij kennen dat hij meer een ophelie kent of zo. Mek in Holvert gaat het mis. Op de website van Arriva staat dat er staakt wordt uit zijn de eilanden. En dat zorgt bij gewoon passagiers voor betiering. Dus ik denk, nou, ik kan gaan. En dan zegt de kapitein van, ja, ze gaan helemaal niet. Nee. En toen zegt die vrouw van Arriva, ja, dat hebben we dan verkeerd op de site gezet. Dan denk ik, ja, leuk, maar ik zit nou wel op de boot en ik kan nou weer naar huis. Op verskate plakken in uw provincie komen chauffeurs en vakbondsmensen bij elkaar om de stakingsformulieren in te vullen. Het belangrijkste eerste is rond in de roosters krijgen, dus de werkdruk verminderen en een leenverheving die redelijk is in uw zegen. 15 minuten skoft om te eten en eens gint het om bij het huisje te gaan. Het is er 4 betrog, vinden de chauffeurs. De pauzes worden ingekort, waardoor je dus steeds op achterstand rijdt en met vertraging, waar de passagiers last van hebben. Die halen geen aansluitingen meer en wij voelen de druk steeds hoger op worden. De vakbonden zitten graag weer impeteerd te wollen met Arriva, maar daar liek het voor eerst net van te komen. Als ik kijk wat er nu aan staking is en wat de bereidheid is van de chauffeurs, dan gaan wij door totdat we een CEO bereikt hebben waar we allemaal achter kunnen staan. Ik heb zo'n flauw gevoel dat er nog wel wat meer dingen gebeuren, maar vooral wij weer om tafel komen.